Van het een op het andere moment hebben we het er bijna niet meer over. Corona. Toch wordt er in het najaar een nieuwe golf van het virus verwacht. Het UMCG is zich hier al op aan het voorbereiden. Microbioloog Marjolein Knoester vertelt hoe ze dat doen. We proberen het allemaal duurzaam in te richten. Dus dat is enerzijds ten opzichte van de maatregelen infectiepreventie, anderzijds ten aanzien van capaciteit. Want wat er natuurlijk steeds aan de hand was, was dat het moeilijk was om alle mensen die ziek werden ook een plek in het ziekenhuis te geven. Nou, de afgelopen jaren hebben we daar natuurlijk veel van geleerd en hebben we geprobeerd door allerlei capaciteitsteams en besprekingen in te lassen, te zorgen dat die capaciteit, oftewel het aantal bedden, het aantal verpleegkundigen, het aantal artsen, zo goed op elkaar af te stemmen als mogelijk is, zowel binnen het ziekenhuis als regionaal als landelijk, dat we toch hopen dat we uiteindelijk genoeg ruimte zullen hebben voor de mensen die zich aandienen. Bij het UMCG dus absoluut geen paniek, maar er zijn wel voorbereidingen. Dit ligt ingewikkeld omdat je er nooit helemaal zeker van bent met wat voor coronavarianten men te maken krijgt. We weten niet helemaal zeker wat ons te wachten staat. Dat is denk ik het belangrijkste wat ik kan zeggen. Maar we kunnen er natuurlijk wel over nadenken hoe het zou kunnen gaan. Wat er nu aan de hand is, is dat we een hele mooie daling hebben gezien van het aantal coronagevallen. Er wordt ook veel minder getest natuurlijk, maar ook in het rioolwater zie je dat er heel veel minder corona is. En er zijn ook heel veel minder opnames. Maar wat we zien gebeuren in andere landen is dat er nieuwe varianten aankomen. Nou, die zijn in Nederland ook al, bijvoorbeeld die BA4 en BA5. En de vraag is nu wat voor effect die gaan hebben. En het kan zijn dat het effect beperkt blijft. Maar het kan ook zijn dat er nu weer een klein golfje komt aan besmettingen en misschien ook weer aan opnames door deze nieuwe varianten. Waar de mensen misschien net iets minder goed tegen beschermd zijn dan tegen de varianten die hiervoor rondgingen. Dat wordt nog even afwachten dus. Dat het met de huidige besmettingscijfers uit het UMCG goed gaat, blijkt wel. Waar in februari nog 100 medewerkers zich per dag positief testen, zijn dit er nu ongeveer 3 per dag. Toch roept Knoester mensen op om zelf wel rekening te blijven houden met corona. En de mensen thuis kunnen natuurlijk altijd zichzelf ook blijven voorbereiden door je altijd bewust te zijn van je hand- en hoesthygiëne, door toch afstand te houden waar het maar kan. Zeker in het winterseizoen je goed te realiseren dat de maskers hun kracht echt wel bewezen hebben. Dus komt er weer een moment dat er een golf komt, dan kun je jezelf altijd beschermen door een masker op te zetten, goede hand- en hoesthygiëne te doen. En natuurlijk de vaccins als die worden aangeboden voor jou als eventueel risicogroep om die dan te nemen.